Zoals zoveel, elke ochtend sla ik de krant open. En eerst en vooral verken ik de koppen van de, de artikelen. En dan kom je uitspraken tegen, zoals: De Britten verlaten de EU. Soms zelfs het enkelvoud. De Brit heeft de EU verlaten. Of de Waal is luier dan de Vlaming. Of de moslim kent de Koran van buiten. Sommige van die artikels lees ik dan. En wat ik dan meestal vaststel, is wat ik dan lees, veel genuanceerder is dan die kop aangeeft. Nu kan je zeggen, ja, oké, okay, maar dat is toch vrij onschuldig. bedoel, uh, je hebt ook maar zoveel ruimte om dat neer te schrijven. Dus is het is wel normaal dat je gaat naar een beknopte formulering. En toch vind, vond ik dat ongelooflijk, en vind ik dat nog altijd, ongelooflijk problematisch. Uh, want van het moment dat je die uitspraak begint te analyseren, dan wordt het meteen duidelijk hoe... Cruciaal het is dat daar het bepaald lidwoord wordt gebruikt. De Britten en de EU. Door dat bepaald lidwoord te gebruiken, vervang je eigenlijk een populatie die zeer gevarieerd kan zijn, waar grote verschillen kunnen bestaan, vervang je nu door één stereotypisch beeld. En ja, dan mag je toch wel verwachten dat de impact daarvan immens moet zijn, al was het maar omwille van alle verschillen die je uitveegt. Ik bedoel. Je houdt geen rekening met het feit dat niet alle Britten uh, de, de EU hebben willen verlaten. Uh, er waren intern zelfs uh, zware uh, contrasten tussen de Engelsen aan de ene kant en de Schotten aan de andere kant. Uh, dus zeggen de Britten, dat laat je al best achterwegen. Uh, de EU, mijn god, we gaan er niet over beginnen. <laughs> Uh, is, dat, is dat een uh, uniek samenhangend ding? Uh, in geen geval. Als je alleen maar al een diagram ziet van de verschillende onderdelen daarvan, hoe ze op elkaar inspelen en werken, Michel en von der Leyen, daarmee is alles gezegd toch wel, uh, dan zie je ook dat het al even complex worden. En als ik dan opnieuw zie staan: de Britten verlaten de EU, eigenlijk voel ik mij dan misleid. Dan denk ik: dit had je niet zo mogen geschreven hebben. Oké, okay, nu nog kan je me zeggen, uh, ja, we geven nu gelijk. Dat is inderdaad, uh, dat, 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 dat brengt vele gevaren met zich mee. Je mag dat niet op die manier formuleren. Je zou dat beter achterwege laten. Maar dan kan ik mij voorstellen dat de vervolgvraag meteen komt. En waaraan denk je dan zelf eigenlijk? Gegeven de ruimte die ik heb, als ik niet wil dat daar bovenop staat, de Britten verlaten de EU, welke andere titel moet daar dan wel staan? Toch geen kop die even lang is als het artikel zelf? Wel, nee, uiteraard niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat dat moet kunnen. Dat het moet kunnen om daar een beknopte titel te hebben, uh, van zo'n aard dat die op een betere, getrouwere manier weergeeft wat er het geval is. En waarom zeg ik dat? Omdat er een zeer illuster voorbeeld is in het verleden. We keren terug naar de jaren 2030. We zijn in Wenen. Uh, daar loopt een wetenschapsfilosoof rond, Otto Neuerraad. Zijn partner, Marie Rijdemeister, schrijfster, illustrator, en een kunstenaar, Hert Arns. En met hun drieën hebben zij een beeldtaal ontwikkeld, uh, het zogenaamde isotype. Een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een visueel Esperanto. En die beeldtaal had voor doel om op een beknopte en toegankelijke manier informatie voor te stellen. Die voldoende genuanceerd zou zijn en voldoende rijk zou zijn. Ik moet het in feite zo uitdrukken. En dat zou bijvoorbeeld kunnen inhouden uh, dat je in plaats van te spreken over de Britten, dat je uh, meteen een illustratie zou kunnen geven die zou laten zien dat het gaat om zoveel procent van de Engelsen, zoveel procent van de Schotten, zoveel procent van de Ieren uh, enzovoort. Uh, en wat zij hebben gedaan, prachtig van een idee een museum opgericht in Wenen, een museum voor economie. Maar geen geschiedenis van de economie. Ik bedoel, economie zoals die in de maatschappij werkzaam was. En het woeste idee, het is echt een woeste idee, maar een pracht van een idee, van hun drieën was, stel je voor, er komen verkiezingen aan, je wilt jou goed informeren, dan moet er een plaats zijn waar je naartoe kan... Waar je jou goed kunt informeren, wat dus betekent dat je voldoende informatie kunt verzamelen, die zo betrouwbaar mogelijk is en die probeert zo goed mogelijk de nuancering te respecteren. Dat museum heeft niet zo lang bestaan. Waarom? Omdat in de jaren dertig, wanneer ook een extreemrechtse regering aan de macht is gekomen in Oostenrijk. Ongeveer het eerste wat zij gedaan hebben was het sluiten van dat museum. En dan ziet je weer correcte of zo correct mogelijk gepresenteerde informatie is blijkbaar voor velen bedreigend omdat het zoveel een anderen toelaat om beter in te schatten wat er aan de hand is. Want met goed geïnformeerde burgers, met goed geïnformeerde, genuanceerd geïnformeerde burgers Ga je in principe dat soort toestanden niet voor hebben.